Hallo allemaal en welkom bij dit instructievideo. In deze video wil ik jullie laten zien hoe je deze granny maakt. Dit is de granny van week 10 van scheepjes crocheten lang. Dus alweer de laatste granny die we maken. Nou, om deze granny te maken heb je het patroon nodig. Dat is dit patroon, het scheepjes crocheten lang haakpatroon voor week 10. En het is een patroon ontworpen door Wink. En je kunt het downloaden van haar website, A Creative Being. Ik zal ook een link in de beschrijving plaatsen waar je dit patroon van kunt downloaden. Nou, om deze granny te maken heb je natuurlijk garen nodig. Als je met pakket 1 werkt van scheepjes heb je deze kleur nodig. Cotton 8. En het is een zacht gele kleur met nummer 508. Als je met pakket 2 werkt heb je deze garen nodig. Ook cotton 8 van scheepjes. En dan kleur 529. Ik ga deze granny voor jullie maken met deze kleur van pakket 2. Een zacht geel, een zacht paarse kleur bedoel ik. Dat is in principe eigenlijk een vrij eenvoudige granny. Is makkelijk te maken, heel ritmisch. En dat de toer met de popcornsteek en de toer zonder popcornsteek wordt continu afgewisseld. Dus op een gegeven moment ben je er gewoon echt heerlijk in en is die heel ritmisch en is die heel lekker en makkelijk om te maken. Nou, ik hoop dat dit voor jullie een nuttige video is en ik hoop dat jullie granny op het einde net zo leuk eruit ziet als die van mij. Veel succes bij het maken van jouw granny. Toer 1 van de granny beginnen we zoals we al vele malen zijn begonnen. Met een magische lus. Gevolgd door 3 lossen. En 2 stokjes in de ring. 1 en 2. Als een eerste groepje. Dan 2 lossen. En nu weer 3 stokjes in de ring. 1. 2. Zo, weer 2 lossen en herhaal dit nu nog 2 keer en sluit met een halve vast in de derde van de eerste 3 beginlossen. Toer 2 van de granny. We beginnen met 3 lossen voor het eerste stokje. Zo, en dan een los op ieder van de volgende 2 stokjes. Eerste steek en de tweede steek. Zo. In de hoek maken we 2 stokjes, 2 lossen en 2 stokjes. Een zeer gebruikelijke hoeksteek die we bij veel granny's maken. 1, 2 en dan nog eens 1. 2. Zo. Nu gaan we op ieder van de volgende 3 steken, dus deze het middelste 3, gaan we ieder 1 stokje maken. Dus 1. De middelste is 2. En echt op de derde. Zo. Is 3. En nu kunnen we weer de hoeksteek maken. Dit gaan we dan helemaal om herhalen. De laatste opening hier ook weer die hoeksteek. En dan sluiten we een halve vaste in de derde van de 3 beginlossen. Toer 3. We beginnen door met 3 halve vaste over 3 steken op te schuiven. Dus dat is in die eerste steek. Een halve vaste, de tweede steek en de derde steek. Zo. Nu gaan we op deze ene laatste steek, dus voor de hoek waar we nu zijn gekomen, 3 losse haken voor het eerste stokje. Op de volgende steek een stokje. Zo. 2 lossen. En nu gaan we een popcornsteek in deze 2 losse opening maken hier.
En dan beginnen we door eerst 4 stokjes te haken. 1, 2, 3 en 4. Zo. Hoek maken, terug naar de eerste steek, hier insteken, de lus weer oppakken en doorhalen. Ik ben zeker dat jullie dit nog wel herinneren van week 2 toen we dit ook gedaan hebben. 2 lossen. Zo. En nu op de volgende 2 steken weer ieder 1 stokje haken. Zeker zijn dat je de eerste steek goed pakt. Schuif de popcornsteek opzij als je hem niet goed kunt zien. Zo, 2 stokjes. Nu 3 lossen. 1, 2, 3. En dan slaan we 3 steken over. Dus 1, 2, 3 steken overslaan. En het ene steek voor de hoek steken we weer in. Dan maken we weer 1 stokje. Zo. En ook nog een tweede stokje. In de tweede steek. Dus dit is de steek voor de hoek. Zo. En nu kunnen we weer gaan herhalen. 2 lossen. Een popcornsteek hier in de hoek. Dus dat zijn weer 4 stokjes. Als je jouw popcornsteek iets aanweziger wilt hebben, zou ik maar zeggen, kun je ervoor kiezen om hier in plaats van 4, 5 stokjes te gebruiken. Maar dan ga je natuurlijk wel meer garen gebruiken. En dan loop je altijd het risico dat je net tekort komt. Maar dat laat ik gewoon aan jou over om zelf in te schatten. Zo. 2 lossen. En dan kunnen we weer gaan herhalen. Dus op de eerste 2 stokjes ieder een stokje. Zo. 3 lossen. 1, 2, 3. 3 steken overslaan. Dus 1, 2, 3 overslaan. En dan weer op de laatste 2 steken van dit rijtje ieder een stokje. Zo. Dan ziet het er zo uit. En nu ga je dit nog 1 keer herhalen. Dus hier nog een popcornsteek. En weer 2 stokjes. 3 lossen, 2 stokjes. 2 lossen, een popcornsteek, 2 lossen. En dan zien we elkaar weer net na die laatste popcornsteek. Zo, net de laatste popcornsteek van toer 3 gemaakt. Maken we nu 2 lossen. 1, 2. En dan 2 stokjes op de eerste 2 steken. 1 en 2. Zo. Maken we 3 lossen. 1, 2, 3. En sluiten we met een halve vaste in de derde van deze 3 beginlossen. Zo. En sluiten. Zo. En dan heb je toer 3 alweer af. Toer 4. We beginnen met 3 lossen voor het eerste stokje. En ook een stokje op de volgende steek. Dus dit is dus de steek voor die 2 losse opening. Zo. En nu gaan we in die 2 losse opening hier gaan we 4 stokjes haken. Dus dat is 1, 2, 3 en 4. Zo. We maken nog 2 lossen. En we slaan natuurlijk de popcornsteek over. En nu gaan we aan de andere kant ook weer 4 stokjes haken in die 2 lossen opening. 3 en 4. Zo. Nou, op de volgende 2 steken, deze 2 hier, gaan we ieder 1 stokje haken. Dus 1 en 2. Zo, even mijn draad uit de knoop halen. Zo, 2. 3 lossen. 1, 2,
3. En dan slaan we in feite deze 3 losse stukjes slaan we over. En op het volgende stokje haken we weer een stokje. Zo. En ook weer op deze steek haken we een stokje. En dan komen we weer bij een 2 losse opening. En hier haken we weer 4 stokjes in. Zo, dus 2, 3 en 4. Zo, 2 losse. En dan weer 4 stokjes in die 2 losse opening. Dus 2, 3 en 4. Zo. En op dit punt ga je gewoon blijven herhalen. Dus weer 2 stokjes in deze 2 steken. 3 losse. 2 stokjes in deze steken. 4 stokjes in de 2 losse opening. 2 losse. En weer 4 stokjes. En zo ga je weer deze zij ook rond. En ook deze zij hier. Je eindigt met 3 losse. En sluit met een halve vaste. De derde van de 3 begin lossen. Nou, we zijn nu bij toer 5 aangekomen. En in principe is toer 5 eigenlijk niks anders dan toer 3. Vanaf nu ga je gewoon eigenlijk om en om toer 3 en 4 herhalen. Waar je telkens gewoon een aantal stokjes worden iedere toer meer. Maar in principe is het patroon gewoon hetzelfde. We beginnen dus ook weer met 3 stokjes. Zo. En dan, of 3 losse bedoel ik. En op de volgende steken maken we ieder een stokje. Dat zijn op de volgende 5 steken. En voor het geval dat je denkt van ik leef in een oorlogszone. Nee hoor, achter mij is er gewoon vuurwerk. Want het is nu oudejaarsavond. En de plaatselijke jeugd is zich helemaal aan het uitleven. Zo, dat zijn 5 stokjes. Zo. Gevolgd door 2 losse. En dan gaan we weer een popcornsteek maken. Hier in de hoek. Dus 2. 3. En 4. En zoals je ook kunt horen wordt mijn kat helemaal nerveus. Van al het vuurwerk. En we maken de popcornsteek. Dus hij is ook al de hele dag aan het klagen. Zo. En nu gaan we op de 2 lossen. En nu gaan we op de komende 6 steken een popcornsteek haken. Of een popcornsteek, ik bedoel een stokje haken. Dus dat is 2, 3. Vier, vijf en 6. Zo, deze 6 stokjes. Gevolgd door 3 losse. En dan weer het eerste stokje aan deze kant. En vanaf dat moment kun je eigenlijk gewoon weer gaan herhalen. Alles wat we hier net hebben gedaan, ga je ook weer om deze hoek herhalen. We gaan zo helemaal rond en sluit met een halve vaste in het beginstokje. Toer 6. We beginnen weer met 3 stokje of 3 losse voor het eerste stokje. Dan op de volgende 5 steken maken we ieder een stokje. Dus de eerste steek goed pakken, die is makkelijk over te slaan. 1, 2, 3, 4 en 5. Zo. In die 2 losse opening daar maken we 4 stokjes. Dus 1, 2.
twee lossen. En aan de andere kant, aan deze twee losse kant, ook weer vier stokjes maken. Dus twee, drie, en zo, en vier. En op deze zes stokjes haken we ook weer ieder één stokje. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Zo. 3 lossen. 1, 2, 3. En dan weer op die eerste steek daar één stokje. En dat is dan weer de eerste van 6. Als zo. En dan ga je dus eigenlijk wat je. Dan ben je dus weer op dit beginpunt hier aangekomen. Dus wat je nu hebt gedaan, ga je om nog 3 hoeken. Deze 3 hoeken herhalen. En sluiten met een halve vaste. In die eerste beginstokje. Toer 7. Weer een toer waar we een popcorn in gaan maken. We beginnen met 3 lossen voor het eerste stokje. En nu gevolgd door 9 stokjes op de volgende 9 steken. Dus ook weer zeker maken dat je die eerste goed insteekt. En ook die stokjes blijven tellen. Want dan kun je een fout in een vroeg stadium opsporen. Als je bijvoorbeeld in een vorige toer een steek hebt overgeslagen. Of je bent vergeten genoeg stokjes in die twee losse ruimte te maken. Of eventuele andere onregelmatigheden die zou kunnen voorkomen. Wacht, die is niet zo, ja. Zo, dus er zijn er dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, dan 2 lossen. En nu weer een popcorn in die 2 losse ruimte daar. Dus ik maak hem hier met 4 stokjes. Maar als je een vrij strakke haker bent en je zegt van nou, ik heb genoeg garen, kun je ook best wel overwegen dit met 5 te doen. Dan wordt je popcorn net wat... Wat duidelijker, zeg maar, wat groter. Zo echt door die steek heen, de lus weer oppakken en doortrekken. 2 lossen. En dan weer op de volgende 10 steken hier, gaan we 10 stokjes haken. Echt in die eerste hoeksteek goed insteken, of die steek net naar de hoek moet ik zeggen. Dat je ze ook echt alle 10 goed krijgt. 4 en 5, 6, 7, 8, 9 en de laatste is nummer 10. Zo, ja, mooie volle hoek zo. 3 lossen. 1, 2, 3. En dan weer in die eerste steek daar haken we weer een stokje. Zo. En dat is dan weer de eerste van 10 stokjes op de volgende 10 steken. Dus hier weer 10 stokjes haken. Dus deze hoek ga je in feite nu nog 3 keer herhalen. Toer 8. Ook hier beginnen we weer met 3 lossen voor het eerste stokje. Zo. En dan gaan we op ieder van de volgende steken gaan we een stokje haken. Dat zijn er 9. Plus de eerste van het begin 3 lossen is er natuurlijk 10 op een rijtje hier. Dus 2...
En ook weer blijven stokjes stellen. Zeker te zijn dat je geen fout maakt. Want het patroon is ook zo heerlijk ritmisch mis dat je die makkelijk waarschijnlijk ook gewoon voor de tv kunt maken. En dat je dan, als je hem één keer hebt gemaakt, dat je de overige vijf kunt maken. Zonder echt naar het patroon te hoeven kijken. Dit zijn dus de eerste 10. In die twee losse openingen hier haken we dan nog eens 4 stokjes bij. 3 en 4. Zo. 2 lossen. En aan de andere kant in deze 4, in deze 2 losse opening nog eens 4 stokjes. Dus 2, 3 en 4. Zo. Nu gaan we weer op deze 10 stokjes ieder een stokje haken. Ook een variatie die je zou kunnen overwegen is om bijvoorbeeld op deze alternerend op een toer niet 3 lossen te haken, hier zo, maar 3 stokjes. Dan krijg je dus niet in elke rij een opening, maar in elke tweede rij een opening. Dat is ook weer een grappige variatie die je zou kunnen maken. Dat zal ik ook even zo laten zien hoe dat er dan hoe je dat dan doet. Zo. 9 en 10. Zo. Als je dus die variatie zou maken, zou je dus nu om deze 3 lossen hier, zou je dus nu zo 1, 2, 3 stokjes zo haken en dan op de eerstvolgende steek weer een stokje. Dus dan zou het er zo, als ik die even uitsprei, zou het er dus zo uitzien. Het is ook bijvoorbeeld als je dat aan elke tweede rij doet, dan krijg je dus hier een opening en dan is dit weer dicht en een opening en is dit dicht en een opening. Als je dat bijvoorbeeld doet in de rijen waarin je geen popcornsteek hebt, dan komt dat ook mooi uit. Maar ik ga mij nu even wel aan het origineel houden. Dus ik trek even deze 3 eruit. Zo, dan haken we 3 lossen. 1, 2, 3. En dan een stokje in die eerste steek. En dan ben je weer op een punt dat je weer aan de volgende herhaling. Dan ben je weer bij deze hoekpunt hier aangekomen. Dus deze hoek ga je dan nog 3 keer maken en dan ben je alweer klaar met toer 8. Toer 9, de laatste toer waarin we popcornsteken gaan maken. We beginnen weer met 3 lossen voor het eerste stokje. En dan gaan we op ieder van de volgende steken een stokje haken. En dat zijn er nu 13. Stokjes die we nu haken. Plus de eerste voor de 3 beginlossen zijn natuurlijk 14. En ook nu stokjes blijven tellen. Het is heel verleidelijk om op de automatische piloot te gaan. Iedere af en toe even stilstaan en terugkijken of het allemaal nog klopt. Wel, ik moet toegeven dat als je met deze granny gewoon ieder steek een stokje geeft en op de juiste plek 4 stokjes maakt, kan het eigenlijk niet meer schaden. Zo, en dat is de laatste. Zo, dit zijn er 14 in totaal. We hebben 2 lossen. Dan gaan we in deze opening ook weer een popcornsteek haken. Dat is 2, 3 en 4 stokjes. Openmaken. Terug naar de eerste steek. Zo,
die lus weer ophalen en doortrekken. Zo, twee lossen. En dan kunnen we weer aan de andere kant verder met 14 stokjes. Ook echt in die eerste steek vooral goed insteken. Je popcornsteek opzij duwen, dat je echt in die eerste steek erin komt. Als je die steek hebt gemist, dan heb je er dus eentje te weinig. Dat zijn dus typisch een van die kleine foutjes die erin kunnen sluipen. Als je dan in de volgende toer komt, dan denk je van, hé, ik heb er één te weinig. Zo. Dit is dan alweer de laatste van onze crannies voor deze deken. Dus wellicht dat je nu een klein beetje heimwee bezig bent aan de laatste crannie. Zo van, ja, het is toch bijna klaar. Altijd mooi, maar toch ook wel weer altijd een beetje verdrietig. Zo. En dan is dit nummer 14. 3 lossen. Om weer opening te maken. En in het eerste stokje na de opening. Zo. Insteken. Ik maak even de lus open. En dan heb je weer de hoek gemaakt. Deze hoek ga je nog 3 keer herhalen op de andere 3 hoeken. En sluiten met een halve vaste aan het begin van de toer hier. En dan ben je bijna klaar. Toer 10, laatste toer van de crannie. Hier ga ik redelijk makkelijk in zijn. Dat je maakt 3 lossen op de eerste steek. Vervolgens een stokje op ieder van deze steken. Het zijn er 13. Dus 14 in totaal. 4 stokjes in deze opening. 2 lossen. 4 stokjes in deze opening. En dan weer 14 stokjes aan deze kant. 3 lossen. En herhaal zo helemaal rond. En sluit op het einde. Ik sluit deze met een halve vaste. Omdat de onzichtbare afhechtmethode. Ik krijg hem niet zo lekker gepakken. Als ik op een losse eindig in plaats van een stokje. Nou, dus toer 10 laat ik niet zien. Want ik ben zeker dat jullie tegen deze tijd echt wel doorhebben hoe het werkt. Nou, als toer 10 klaar is, wil ik jullie nog een paar variaties laten zien op deze crannie. Nou, als je klaar bent, ziet de crannie er zo uit. Deze is nog niet geblokt. Als je hem wel geblokt hebt, ziet het er zo uit. Dan zie je hem net wat strakker bij de hoeken. Het ziet er allemaal net wat mooier en wat gladder uit. Dus neem even de moeite om jouw crannie te blokken. Ik wil je graag wat alternatieven laten zien die je zou kunnen overwegen. Om deze crannie ook nog wat leuker te maken en wat aan te kleden. Een variatie die je kunt overwegen is deze. Hierin is de popcornsteek een andere kleur. En dit geeft een heel speels en leuk effect. Wat ik ook hier heb gedaan, en dat heb ik zelf bedacht, is om in plaats van iedere toer hier die 3 lossen te maken, dus overal zo'n opening te hebben, slechts elke tweede toer een opening te hebben. En daardoor heb ik dus in plaats van hier 3 lossen, heb ik dus 3 stokjes gehaakt om de 3 lossen van de vorige toer. En daardoor maak je dus deze openingen. Dus deze openingen geven een leuke effect. En ook de popcorns in een andere kleur geven ook een hele leuke effect. Dat is 1 optie die je kunt overwegen. Een tweede variatie die je kunt overwegen is zoiets als deze. Hier heb ik de popcornsteken ook weer een andere kleur gemaakt. Maar ik heb ook iedere rij een andere kleur gemaakt. Dus hier in dit geval is het om en om. En dit kun je natuurlijk heel ver doorvoeren door hier 5, 6, 7, 8 kleuren om een rij te doen, maar zelf vind ik dat net iets te druk worden. Maar dit vind ik een heel leuk en speels effect. En wat ik hier ook heb gedaan is dat in die laatste 2 toeren heb ik dus niet 3 lossen gemaakt, maar 3 stokjes. Om dit hier ook weer net een kleine variatie te geven op het origineel. En een derde optie die je zou kunnen overwegen ziet er een beetje zo uit. Hier heb ik dus ook weer de popcornsteek een andere kleur gemaakt. En heb ik de eerste 2 toeren een kleur gemaakt. En deze kleur ook weer gebruikt voor de popcornsteken. En toen weer een andere voor deze 3 toeren. Voor deze 3 en de laatste 2.
Dus dit geeft dan ook weer een heel mooi totaalbeeld. Omdat die kleuren ook steeds donkerder worden. En op deze manier echt naar buiten toe werken. Nou, dat zijn allerlei opties die je kunt overwegen. Zo, en dat was de allerlaatste granny die we met elkaar gemaakt hebben. Hierna zal ik nog een aantal video's laten zien waarin je ze allemaal aan elkaar gaat hechten. En dan begint jouw teken langzaam maar zeker vorm te krijgen. Bedankt voor het kijken ook weer naar deze video en tot de volgende keer.